Goedemiddag, dames en heren. Namens de KRO Televisie en namens de grootste bloemenveiling ter wereld, Aalsmeer, die haar 75-jarig bestaan viert, hartelijk welkom bij de story van de Soundmix Playback Show. En u weet het, mensen houden van bloemen en bloemen houden van mensen. Wij bieden u vanavond een boeket aan van leuke, gekke, mooie, interessante fragmenten van mensen die afgelopen 5 jaar heel erg bekend zijn geworden. Mensen die het waard zijn om in de bloemetje te zetten. En natuurlijk zijn er altijd mensen die zeggen, ja, je bent toch behoorlijk populair geworden door al die mensen. Maar dat is niet zo, want ik was al heel bekend toen ik 5 jaar geleden begon met televisie. Daar gaan we even naar kijken. Nee, is wel echt waar. Daar gaan we even naar kijken. Ik was al heel populair. Kent u Henny Huisman? Nee. Ken ik niet. Nee, die ken ik niet. Geen idee wie dat zou kunnen zijn? Nee, geen idee. Nou, persoonlijk niet, nee. Nee, dat ken ik niet. Nee, dat zou ik niet weten. Henny Huisman? Nee. Nee, die ken ik niet. Geen idee? Geen idee wie het is, eerlijk niet. Nou, oké, ik was dan nog niet zo bekend. Maar is waar, ik verstond wel het vak, want dat jullie meededen aan de wedstrijd, toen heb ik jullie voortreffelijk aangekondigd. En toen, ja, absoluut, en toen zei iedereen, goh, jij bent een vakman, hè? Dat zei ze toen nog, weet je nog? Ja. Nou, dat moment gaan we even kijken naar de vakman, want oh jongen, wat was dat goed. En nu Jazz Dance Center uit de IJsselstein. Iets meer zo, als je wil. Uit de IJsselstein. Moet iemand de schuld geven, jongens, dat doe ik graag aan hem. Lach ik. En dan nu Jazz Dance Centrum, Jos Dolstra uit IJsselstein. IJsselstein, ja, sorry. Nee hoor, het is gewoon, ik lees niet goed. Nog 6 keer, hè? En dan nu Jazz Dance Center IJsselstein. Ja. Fart man, hè? Dat is goed, hè? Ja. Nou ja, Jos Dolstra, jij staat naast me, je bent de choreograaf. Ik geef jou dit prachtige boeket. En dan zal ik je nog 1 keer afkondigen zoals dat moet. Dames en heren, u heeft gekeken de opening door Jos Dolstra Dans... Wacht eventjes, hoor. U heeft gekeken de opening van... Daar gaan we. Jos Dolstra uit IJsselstein. Dankjewel. Meiden, dankjewel. Ja. Niet bekend en wel eens een vergissing maken. Maar wat ik dan wel mee had, dat was dan de pers. De pers die schreef altijd zeer lovend over mij. Daar was ik echt trots op. Mijn moeder was er ook trots op. Zei, nou Henny, jij hebt het echt gemaakt bij de pers. Daar gaan we even naar kijken. De pers was... Henny kan niets. Hij kan niet lopen. Hij kan niet zingen. Hij kan niet presenteren. Hij kan niet vlot praten. Hij is niet leuk. Hij is niet aardig. Hij heeft een uitstraling van een nul. Hij heeft een kop of iemand een hond klei heeft laten vallen waarna er een vrachtwagen overheen heeft gereden. Het is een zeur, het is een bal, een modepop met een piepstem die zich gedraagt als een verkoopster van kantoorbehoeften. U ziet het, dames en heren, het is vanaf nu niet alleen meer de publieksprijs, maar ook de persprijs. Dank u wel. Nou, de pers had ik er nog niet zo mee. Wat ik wel mee had, dat waren die fantastische kandidaten. En ik ga er een paar weer aan u voorstellen. Kijk eens, kent u hem nog? Vader Abraham. Hallo. Hallo, Henny. Wow. Hoe is het? Vanzelfsprekend niet de echte, maar de playback vader Abraham. Hoe is het met vader Abraham? Nou, het gaat enorm goed, maar ik moet je wel aan vertellen. Hij is vandaag jarig en daarom wou ik hem deze bloemen aanbieden. Wie is jarig? In Breda, Pierre Kotter. De echte Pierre Kotter is jarig. Die is vandaag jarig. Ik heb ook begrepen dat toen je zoon trouwde, ja? Toen had je dit pak ook aan. Toen kocht ik dit pak, ja. En ik denk, hey, dat kon ik ook wel aantrekken bij jou in de show. Ja. Dus de playback dus show. Dat heb ik nu. Nou, oké. Hey, nou, leuk dat je er bent. Dank je wel. Vader Abraham. Oké, bedankt. Oké, geef hem een applaus. En dan heb ik hier een mooi boeket voor de jonge man die zo voortreffelijk. Ja, ik kan ook een hand geven erbij. Hè. Ik sta een beetje mooi. Dank je wel. Boeket heb ik in mijn handen. Bo George. Onze Bo George is helemaal clean gebleven. Is dat goed met je? Gelukkig wel. Ja, zeker goed. De echte Bo George gaat het niet zo goed mee, begrepen. Gaat alweer. Ietsje beter, hè? Hij weet niet meer single. Leuk om je weer eens eventjes te zien. Ja, dank je wel. En dan gaan we hier naar. André vandaan. Goedenavond, André. Ja, goedenavond, daar zijn we weer. Ook uit de Playback Show. En zijn grootste succes was dan een optreden met de echte André vandaan, hè? Ja, 83, 34, oud en nieuw. Dat was het hoogtepunt van mij. Was fantastisch. Met mijn eigen idool, André vandaan. Samen in 1 TV-programma. Nou, je lijkt er inderdaad verschrikkelijk veel op. Het enige is, zijn haar is wel echt en dat van jou niet, hè?
Het mijne is wel echt. Ja, is jouw maar de krullen niet. Maar de krullen niet, oké, dat bedoel ik. Hey, leuk dat je er bent. André van Duin. Ja. Dank je. En voor jou ook een bosje bloemen. Dank je wel, hè. Misschien kus je ietsje hoger houden. Moet dat? Het leidt nogal af. Daar had ook heel Nederland over, deze mevrouw als Dolly Parton. Misschien dat je ze toch even hoger kunt houden. Okay. Mevrouw van Dolly Parton, dat ging echt heel goed toen, hè? Iedereen sprak er toen over. Het was hartstikke leuk. Iedereen sprak erover. Verschrikkelijk. Wat sprak er iedereen over, ja. Ja, voor... ja, ja toch? Nou, ja. Ik heb wat maakt er nou zo lawaai? Nou, ja, met dat microfoontje natuurlijk. Ja, denk je, de rest zit er... Ja, tuurlijk. Oké, hou ik ze zo. Goed. Hé, maar het gaat goed. Is je moeder nog steeds bij je? Die is er altijd mee, hè. Moeder is altijd mee. Ik krijg het niet weg, hoor. Dat is leuk. Ja, zeker. De moeder is altijd mee. Maar ja, maar we hebben nog steeds optredens door het hele land. En een hele leuke Dolly Parton kerstshow natuurlijk. Een kerstshow? Ja. Nou, nu ik het zo zie, moet ik inderdaad een beetje kijken. Kerstidee over me, hoor. Ja, toch wel. Ja, hoor. Goed zo. Ja, gezellig. Hé, leuk dat je er bent. Dat je mijn gast bent. Dolly Parton. Ja. En dan gaan we naar de winnaar van 1983. Dat was een man die verkleed was als vrouw. Daar sprak heel Nederland over. Ik heb het over Jasperina de Jong, Ronald Zandheuvel. Hallo. Het is de eerste keer op de Nederlandse televisie dat er een man als vrouw... en niemand geloofde het, want hij had zelfs zijn benen geschoren... en zijn borsthaar en kwamen brieven binnen. Want waar waren we mee bezig toen, hè? Ja, inderdaad. En 83 won jij, was de grote winnaar en je deed toen de minutenwals. Van Jasperina de Jong, ja. Van Jasperina de Jong. En we hebben gevraagd of je dat nog één keer wil doen. Nou, dat wil hij graag doen, hè? Heel graag. Ja, want moet je goed opletten hoe dat gaat. Dat gaat zo lipsynchroon fantastisch. Ronald Zandheuvel, Jasperina de Jong. Red ik het in één minuutje, blijft u nou nog één minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenwals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dat kennen ze me niet. Geef me dus één minuutje van uw kostelijke tijd, dan is de tijd, dan zing ik even de Minutenwals. En naar het hoofd gaat het niet al te vals, het kost me enkele jaren van mijn leven en veel slapeloos. Doorwaakt de nacht de schoonheidsprijzen, mag ik dan ook niet verwachten. U weet wel, ik zing desnoods de voering uit mijn kele longen uit de naad gescheurd. Dan heb ik toch mijn zin, ja, en de weddenschap gewonnen die ik sloot. Het gaat niet om de centen. Maar om te kunnen zeggen, het is me nou dus lekker toch gelukt. Wie is er zo gek het in zijn kop te halen? Zeker niet Chopin, die heeft nu aan de balen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen. Dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na weer oefeningen, kunt u niet beweren dat ik naar die dingen. Maar wat met de pet gooi en een beetje rotzooi met Chopin's minuten was. Even rust mijn arme hals, want ik ben al bijna plat gewalst. Hoe zou het nu de tijd vergaan? Nog niet halverwege en al ver achteraan. Nog een handjevol seconden heb ik uitgevonden. Ik hoef amper nog een half minuutje. Nog een handjevol seconden, amper nog een half minuutje. Klaar is dan je best minuten vals. En nu geen nootje meer gemist, want ik laat me toch beslist niet kisten. Mijn weddenschap gewonnen. Het gaat wel niet om tonnen, maar ik hoor al de verliezer tanden knarsen. Maar de volgende keer werd ik op de lies schoten, mij als koning voet dan mars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconden. Wijzen tegen ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maat of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal het rusten straks toch heerlijk zijn? Ja, het is echt waar. Ik ben nu klaar met de minutenwals van Frédéric Chopin. De winnaar, of moet ik zeggen winnares van 1983, Jasperina de Jong. Dankjewel. En toen kregen we meer verklede mannen, want toen hadden we ook in één keer een hele mooie Shirley Bessie. En ook dat is een man. Ja, hallo. Hoe is het met jou sinds toen? Prima, prima. Dat is heel goed. Ik wilde eigenlijk van de zaal een extra applaus voor Henny Huisman, want namens alle playbackers en soundmakers, hier staan we toch dankzij Henny Huisman. Niet ingestudeerd, maar je ziet het, hè? Ja. Oké, dankjewel. Ja, heel aardig. Ja. En zo, al die bloemen. Ja, dank toen kwamen we bij deze meneer en dat is Pim. En dat zegt u niet zoveel, maar hij lijkt verschrikkelijk op Demis Roussos. Hij heeft speciaal geurvreters die met bont zijn gedaan. Ja, 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 met bont. Toen heel populair. Ja. En werk je nog steeds bij de Hoge? Houd het rondje even naar beneden. Zo. Ik naar Muiden. Ja, de Hoge is in Muiden. Ja, Hoge is in Muiden. Ja. En nog steeds rustig aan? Ja, rustig aan het magazijn. Ja, ja, dat hij valt mijn best, hoor. Ja, want hij zei toen voor de televisie, ik doe niet zoveel. Dan kreeg je zo niet natuurlijk, ja, voor de chef. Ja. Maar ik doe nog nou, hoor. Toch wel. Ja, je moet nou wel zeggen. En ik ben opa geworden, dus ook een jaar of drie geleden. En, je bent opa geworden? Ja. Een maand geleden, 25 jaar getrouwd geweest, dus het gaat hard. Het gaat hartstikke hard. Ja, alles. Ik weet niet waar de plaat precies, maar het gaat hartstikke goed. Ja, prima. Hey, leuk dat je er bent, hè? Ja, Demis Roussos. Prima. Oké, geef een applaus.
En hier hebben we helemaal niemand over. Tommy Cooper. Sorry, boy. Hallo, Tommy. Hallo. Tommy zou Tommy niet zijn om... Ja, Tommy zou... Hallo. Tommy zou Tommy niet zijn als je niet een leuke rol droeg, hè? All right. Heb je een leuke? Wereldprimeur. Ja. De wereldprimeur speelt van de spoen. Oftewel de dancing spoen. Ja. Nou, ik ben erg nieuwsgierig. Dancing spoen. Dancing spoen. Ik zie nog niet veel. I'm ready. Ja. Ready. De dancing spoen. Trekken! Ja, ja. Geweldig. Thank you. Dankjewel. En nummer 2 werd toen in 1984 Edith Piaf. Jeffrey Bonnet, als Edith Piaf. Kijk eens, ook voor jou iets speciaals ontworpen. Iedereen krijgt een eigen creatie. Iedereen sprak toen vol lof over jou. Je werd notabene tweede, moet je je voorstellen. Ja. Hey, dankjewel dat je hier was. Oké. Edith Piaf, rustig aan, hè? Ja. Nummer 2 werd hij en nummer 1 werd Michael Jackson. Ja, 16 jaar was hij toen. En we plukten hem uit een winkelcentrum in Gouda, Peter van der Meer. En hij won toen vanaf de grote Virato als Michael Jackson. Peter, gaat goed met je? Gaat heel goed. Ja. Laatste optreden voor 15.000 man. 15.000 mensen heeft hij opgetreden. In België was dat, hè? In België. Ja, dan dacht ze dat het echte was. Dus ja, dat je dan. Ja, hartstikke leuk. Ja, dat is wel leuk. Ja. Hey, je gaat nu ook nog een klein stukje doen, hè? Ja, van Billie Jean. Billie Jean, daar blijf ik even bij. Dat vind ik wel leuk. Billie Jean, dat is ook een liedje van Michael Jackson. Dat is heel nieuwsgierig. Don't go around ripping young girls off. Mother always told me.
Jackson. Dit mooie boeketje met gerberaas, heb ik begrepen, is voor jou. Dankjewel, Peter van der Meer. Heel leuk je weer eens te zien. En dames en heren thuis, u heeft een klein stukje gezien tussen Peter door van die mini Michael Jacksonnetje. En toen begonnen we ook inderdaad met die mini playback show. En de allereerste mini playback show was in 1983 in december. Daar zaten een paar hele lieve meisjes bij. Ik ga nog niet zeggen wie het is, maar ga ze even roepen. De meiden van de mini playback show, de allereerste keer. Kom maar meidjes, ja. Want die zijn een beetje groot geworden hoor. Hallo, hoi. Sheila. En dit is Debbie. Hoi, Natasja. En nog een Natasja. We gaan even naar het fragmentje. Ik heb een cadeautje voor u. Een cadeautje voor me? Dat is niet gerepeteerd, wat leuk. Oh, jongens. Ach, wat is... Ach. Kijken? Dat vind ik schattig. Nou, dat vind ik heel leuk. Dat is een tand. Een tandje van haar. En u zal denken, ja, waar slaat het op? Maar dan gaan we naar het fragmentje kijken. Dan begrijpt iedereen wat we bedoelen. Zo. Kom even zo naast je staan, hè? Hallo, Bernadette. Hallo. Welk liedje ga je doen? Sing me your song. Sing me your song van het Songfestival. Ja. Hey, wel een beetje omhoog. Het is een KRO-programma. Ja, nou. Hè? Zo hoort het. Hoort het zo? Ja. Wel sexy, hoor. Hoeveel jaar ben jij? 8. 8 al? Ja. Hey, moet je mij vertellen, niemand die meeluistert. Lopen ze al achter je aan, die jongetjes? Wat zeg je? Nog niet? We moeten misschien nog lager. Hey, wie ben jij? Patricia Pai. Jij bent Patricia Pai. En wie ben jij? Ik van de Kili. Van de Kili. Dus je bent een zusje van haar. Ja. Terwijl dat veel meer een zusje lijkt, hè? Ja. Maar... ik aan deze kant, maar ik denk van nou, dat komt goed uit. Dus Roos zei van nou, het moet aan de andere kant, want het is veel leuker daar. Natuurlijk, lekker aan jouw kantje gewoon, ja, prima gezegd. Jij bent een echt zusje van haar. Jij bent natuurlijk ouder als zij, of niet? Want jij wisselt al, of niet? Nee. Wie is de oudste? Zij. Dat is zij weer. Hoeveel jaar ben jij dan? 7. Jij bent 7 en jij bent? 10. Jij bent 10 en... voor jou weten we het nog niet. Je hebt al van alles verteld. Even met je gezicht naar de camera. 9. Je bent 9. Volgens mij ben jij de brutaalste, of niet? Nou, ze zeggen thuis wel, maar ja. Hé, de Starsies, ze zijn zo verschrikkelijk populair, hè? Was het moeilijk om al die bewegingjes allemaal in te studeren? Nou, het was denk ik in 4 weken moesten we zeker oefenen. Maar we moesten iedere week bij Roos komen, dus... maar ja, soms ook na 2 weken, dus. Ja, ja. En hoe lang heb je erover gedaan? Totaal 6 weken? Weet het niet. Oh, lieg maar wat, hoe kun je jou schelen? Nee. Zeg maar 6 weken gewoon. Of weet je, jij bent de oudste, dus jij moet het weten. Nou, we zijn al met dingen instuderen, zijn we al ik geloof een half jaar? Nee, 2 maanden of zo. Nou, jij liegt heel slecht. Nee. Ja. Hier staan ze. Ja, je kent ze bijna niet meer terug. Maar vandaar dat ik zo ongelooflijk blij ben met dat tandje. Want inmiddels is het goed gekomen, hè? Ja, ja, dus de grote mensentanden zijn er al. Jij bent inmiddels, hoeveel jaar geworden? 11. Jij bent nu 11. Jij bent dan al 13 zeker? Ik heb gehoord dat je al verkering hebt zelfs, of niet? Nou ja, zeg maar, een vriendje heeft dat 13 jaar, jongen. Dat heb je tegenwoordig gehad. Hoe heet die? Frans. Frans, hartstikke leuk. En jij was de brutaalste, dat ben je nog steeds, geloof ik, hè? Ja, ik geloof het wel. Ja, dat gaat er niet uit, jongen. Dat gaat er niet uit. Als je helemaal brutaal geboren bent, dan blijf je dat een beetje. Maar dan mag best ook weer lekker van je afspreken. Ja. En jou vroeg ik toen, met die jurk naar beneden, lopen ze al achter je aan. En nou wil ik eigenlijk even weten, toen zei je nee. En nu? Ook niet. Nog steeds niet? Vindt nog steeds jongens niet leuk? Ja, gaat wel. Het begint al een beetje te komen, zie je? Ja. Hey, leuk dat jullie mijn gasten weer even waren. De meisjes uit de eerste mini-playback show in 1983. Dankjewel. Ja, en ze hebben een mooi boeket gehad met een lolly erin. Dankjewel, steek je bij me. We gaan een gesprekje hebben met de veilingmeester, ome Dirk Meijer. Daar komt hij aan, ome Dirk. Hallo, ome Dirk. Ome Dirk, dit moet toch een heel vreemd gevoel voor u zijn dat u nou op een plek staat waar fantastische programma's worden gemaakt. Dat kunnen we toch wel stellen, hè? Ja, ja. Alle programma's die hier gemaakt worden, die scoren als een trein natuurlijk. En dat u hier vroeger gewerkt heeft, hè? Ja, 20 jaar lang heb ik hier rondgelopen, dus. Ja, rondgelopen, niet gewerkt, maar rondgelopen. Nee, rondgelopen. Ja, precies. Ja. Hey, en wat doet u dan precies als veilingmeester? Nou ja,
je gooit de wijzer op en je noemt de naam van het product en de naam van de kweker. En dan wacht je maar af tot hij stilstaat en dan geef je de mensen die om bakken of bossen vragen, die geven zoveel als, als ze erom vragen. Ja. Nou, zo eenvoudig lijkt het me niet, als u het nu vertelt. Ja, het maar is heel eenvoudig. Is het echt eenvoudig? Ja, het is heel eenvoudig. Als dus je deze maar onder... Ja, jij zou het zeker leren. Ja, ja, precies. Dan ben je niet zo bang hoor. Nee, nee. Dankjewel, Lome Dirk. Hey, u vertelde een heel leuk verhaal over een beest wat inkocht, hè? Moet je even vertellen. Ja, dat was op die oude tribune. Dan stond op het klokfront stonden al de zitplaatsen geprojecteerd. Ja. En dan groeide de wijzer op en ze houden dan iemand drukte. Dan keek je eerst naar de klok als veilingmeester, wat voor zetelnummer of de branden. En dan keek je naar de tribune. Ja. En dat deed ik in dit geval ook. Toen zat er enkel een hond boven op die bank. En dan keek ik weer naar die klok om te kijken wat voor zetelnummer het was. Dan denk ik, ben ik nou in de war, ja of nee? Keek ik weer naar die tribune, zat evengoed zat die hond er weer. Maar wat had me op Gobies gedaan uit Hilversum? Je had die hond zien zitten, je had die knop ingedrukt, die was gauw onder in die bank gaan liggen. Ja, ja. En die dacht, hé, hey, ik ga een mooie verkoop aan een hond. Dat is een leuk verhaal. Ja. Oh, maar denk, we gaan even kijken naar een fragment wat we de veiling hebben genoemd. Ja. Want dan zien we een beetje wat uw werk is en wat het inhoudt. En dan hebben we ook, zien we ook die klokken waar u net over gesproken heeft. Zeven kan het verkopen beginnen. Er zijn vier grote veilingzalen voor bloemen, elk met twee klokken. Tegenover de kopers is de klok en daarvoor zit de veilingmeester. Iedere koper heeft zijn eigen kopersplaat om in een gleuf in zijn bank te schuiven. De computer onthoudt dan zijn nummer. En ook wat er op die brieven staat, komt in de computer terecht. De veilingmeester zet de bloemenwagentjes in beweging. Hij vertelt wat erop staat en zegt ook wat de keurmeesters ervan hebben gevonden. En hij bedient de klok. Geen echte klok, maar eentje die prijzen aanwijst van hoog naar laag. Gaat de wijzer langs een prijs die iemand wil betalen, drukt hij op de knop. En de computer weet dan dat hij het is die die bloemen heeft gekocht. Nou waren dit toevallig rozen, maar allerlei andere bloemen en planten worden in Asmeer ook op die manier verkocht. Er is ook nog een veilingzaal met drie klokken. En die is voor potplanten en bijvoorbeeld voor bomen in de tuin. Een heel modern en snel systeem dus, dat iedere dag wel 50.000 van dat soort verkopen regelt. 50.000 stuks. En Ome Dirk is daar mede verantwoordelijk voor. Ja. We mogen trots zijn met dit bedrijf, hè? Ja, zeker. Dat dacht ik ook. Helemaal. Een mooi boeketje voor u. Ja. Alsjeblieft. Ik kan misschien geen bloemen zien, maar dan toch een boeket, hè? Ik kan het gelukkig nog zien. Ja, goed zo. Ja. Ome Dirk, als ik u nou recht op de man afvraag, wat vond u nou het leukste van de mini-playbackshow? Wat zegt u dan? De moppetrommel. De moppetrommel? De moppetrommel, dat vond ik het leukste programma. Oké, okay. Dan gaan we daar even naar kijken. Heb je het jelle in je haar of is het gewoon zo van jezelf? Van mezelf. Zo, fantastisch. Ik moet er altijd hele potten in smeren. De knie. Knie. Kwel. Ik knie. Ik kwel. Ik knie. Ik kwel. Ik knie. Ik kwel. En dan schuil je mee uit. Is mama er ook? Ja. Ja, waar zit mama? Daar. Oh, wat een leuk moedertje. Geef mama maar een applaus. Ja, geef maar even geef me klappen voor mama eventjes. Ja. Ja. Kookt mama lekker? Nee. Denk even rustig na. Hij is nou wel leuk. Ik weet het niet meer.
twee mannen de trap afrollen. Twee mannen die de trap afrollen? Ja, dat is leuk. Is goed. Die kunnen we gebruiken. En wat nog meer? Schoen is meer. Ik ben 6 jaar. En ik heb zelf thuis heb ik me nog een broertje. En die heet Peter en die is 3 jaar. Weet je wat hij nog doet? Die poept in de luier. Kijk je in de jaar zo? Wat zeg je nou? Wat zei je nou? Waarom kijkt een Indiaan zo? Waarom kijkt een Indiaan zo? Ik weet het niet. Omdat hij zo niks ziet. Hoeveel jaartjes ben jij? 4. Zo, dat is al een hele leeftijd. En hoe heet je? Claudia. En waar woont Claudia? In Nederland. Wie ben jij? Hallo, hoe heet jij? Dat is op zich al een mop natuurlijk, hè? Weet je een leuke mop? Ja, twee drollen in een overhoop. Wil je niet met me praten? Ik heb je toch niks gedaan? En dat van gisteravond, daar meende ik niks van. Ik wil het graag weer goed maken met je. Hallo. Meteen? Ja. Speciaal voor Ome Dirk en ik denk ook een beetje voor de rest van Nederland. De mini moppetrommel. Maar de mensen gingen steeds gekkere dingen bedenken om op televisie te komen. Want ja, gewoon een playback ex, dat was wel aardig. Maar ze gingen echt onwijze dingen bedenken. En dan heb ik het eventjes over Bim Bam Bom in 1985. Daar sprak ook heel Nederland over. En hier zijn ze, de paters. Bim Bam Bom in Leven de Leven. Ja, ja. Hallo. 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 Grote vrienden, de paters. Hallo. Dat was de man die in de klepel hing, hè? Hallo, ja. Hoe is het met jullie? Heel goed, heel goed. We hebben ontzettend veel plezier gehad in onze optredens in het hele land wel. Dat begrijp ik. Je hebt overal opgetreden. Ja. Jullie waren z'n drieën, jullie waren met drieën studenten, geloof ik. Jullie studeren nog, maar hij heeft een heel interessant beroep. Ik kom even bij hem staan. Ja, toch? Even vertellen. Hey. Het heeft niks met succes te maken, maar... Ik werk gewoon in technische dienst in een bedrijf in Deventer. Nou, dat bedoel ik. Interessant? Nou, dat dacht ik wel. Dus na het grote succes van de televisie is je nu onderhoudsmonteur in Deventer, hè? Ja. Ja. Hey, ik heb twee prachtige dames, dat is Brigitte en Debbie. Ja. Ik denk, in verband met de paters kan ik dat beter door dames op laten kondigen. Nou, speciaal voor jullie ontworpen. Kijk eens even aan. Ja, toch jullie bekend voor, hè? Oké, dankjewel. De paters, Bim Bam Bom. Winnaar werd toen Loek Weel uit Beverwijk. En die gaan we nu onder een luid applaus verwelkomen. Alhoewel u misschien niet meer weet wat hij deed. Maar dan komt hij aan. Geef hem wel een applaus. Loek Weel. Hallo Ellie.
Boekmeijer is slager uit Beneren, want je vertelde dat het is een speciale handschoen. Ik dacht een disco Michael Jackson handschoen, maar dat is niet zo, hè? Nee. Dit is echt voor. Nou, in de slagerij moet alles zo gauw en snel gebeuren. Ja. Dus toen hebben ze van die handschoenen uitgevonden en dan kan je niet in je hand snijden. Ja, een gezellig verhaal wel in de bloemen halen. Ja, vind ik wel. En nu zal hij denken, thuis zit hij. Wie deed hij ook alweer? In 1985 was dat, hè? Ja, 1985. Werd jij de winnaar en dit was Toon Hermans. Daar gaan we nu naar kijken. Ja, dat klopt. Meneer Verkade, u kunt beginnen. Ja, had u het maar gezegd, daar was ik al van. Als ik op de buis ben, dan wilde ik graag zo beginnen. Beste kijkers, als eerste liedje... Meneer Verkade, ja? We hebben maar tijd voor één liedje. Potverdorie, nog eens aan toe, zeg. Ik heb er vier in gestudeerd. Eén liedje graag. Ja, potverdorie. Nog eens aan toe, zeg. Ja, potverdorie. Nog eens aan toe, zeg. Potverdorie, nog eens aan toe. Nou, dan zing ik gelijk het laatste. Meteen het laatste. Potverdorie. Winnaar in 1985, Playback Show. En voor jou een prachtig Toon Hermans boeket met de ballonnetjes van Toon Hermans eraan. Ja, potverdorie. Ja, mooi, hè? Ja, potverdorie. Nog eens een toezeg. Dat vind ik mooi, hè? Mooi, hè? Neem het aan. Echt mooi. Hou het vast. Dank je wel. Want blijf nog even bij me staan. Want toen begonnen we ook met soundmixen. Want toen jij playbackte, toen begonnen we met soundmixen. We gaan even naar een fragment kijken. Dat we begonnen met die grote soundmixen, dat apparaat, weet je wel? Ja, dat weet ik nog. Dat weet je nog wel. Goed, dan gaan we even naar kijken. Gaan we even testen, dat moet met de zoutmixer. Dat moet met hem. Maak even dat fly away, fly away. Die, fly away, fly away. Ja, zo moet dat, hè? Ja, ietsje meer, minder fly. Iets meer fly. Fijn. Hallo, Glenda. Hallo, hoi. Hoi. Hallo. Heel Nederland had het over je toen en gaat nu erg goed met je, want vertel even wat van de Boney M, wat je... Nou, ik ben gevraagd of ik de liedzangeres wilde worden van Boney M. Hoor je het nou? Maar helaas, het kan niet, omdat ik natuurlijk ook andere contracten heb waar ik me aan moet houden. Maar het was een hele super kans en misschien in de toekomst verder, wie weet. Leuk, dus gevraagd bij Boney M. Dit is de 62e keer na die uitzending dat ze op televisie is, maar ze vonden je... Fantastisch zingen, en dat doe je nog steeds, maar wat ze nog veel aardiger vonden toen, dat je moeder in de zaal zit, dat je toen huilen ging. Ja. Iedereen had het over dat meisje, oh wat zielig was dat, hè? Zullen we dat fragmentje nog even laten zien? Ja, met die grote, dikke tranen. Ja, we hebben inmiddels dat ding uitgezet. 19 jaar ben ik. Fruits? Ja. Oh, wat leuk. Je moeder zou eerst niet komen en nu is ze toch gekomen. Ik vind het hartstikke leuk. Leuk dat je er bent, ma. Ja, mam, hartstikke leuk dat je gekomen bent, man. Kijk eens aan. Oh, ze gaat gelijk even huilen, dat is leuk, ja, toch? Ja, gelijk ging ze even huilen. Hè? Nederland had het erover en je zong toen dat prachtige One Day I Fly Away. En dat ga je nu nog een keer doen. Glenda Peters. Yeah.
De winnares van de Soundwave Show. Glenda, voor jou, alsjeblieft. Neem je applaus in ontvangst. Glenda Peters. Zo, hè? Glenda Peters was dat. Wat doet u nou met uw bloemen om ze vers te houden, om de kwaliteit goed te houden, u bijvoorbeeld? Ik doe er wel 7-up in. 7-up, en dan blijven ze lekker, dan staan ze te dansen in de vaas. Zeker weten. Ja, lekker lang. Dorstlessen. Wat doet u? Wat doet u als u... Nou, ik doe er namelijk een stuiver in en dat gaat prima. Een stuiver in het water? Ja. Is er nog meer iemand de goede tips? Meneer Vormen, wat doet u? Hallo? Hallo, papa? Wat doet u om bloemen vers te houden? In schoon water zetten. In schoon water. Maar dan moet u elke dag het water verversen. Ja, nou, dat doen we zo. Dat doet u ook. Ja. Zo. Is het echt waar? Nou, ik denk dat je beter aan moeder kan vragen, want ik denk niet dat vader de bloemen verzorgt. Hij doet nooit wat met die bloemen natuurlijk. Hè? Hij kijkt er alleen naar. Hij kijkt nou, ernaar. Hij geniet ervan. Hij geniet ervan. Dat is heel belangrijk. Want naast mij zit Karin. Karin, als we over kwaliteit praten, dan moet jij er verstand van hebben. Ja. Want jij werkt in Alsmeer en jij verzorgt de bloemen op zo'n danige wijze dat ze goed blijven. Ik bedoel, je test het uit, hè? Ja. Als laborante. Ja. Ik doe dat in eerste instantie voor de kwekers. Dus ik kijk hoe de kwekers hun bloemen moeten behandelen. Ja. Zodat die zo goed mogelijk naar de veiling komen en dan later bij de klant optimaal staan. Ja. Maar in die 2 jaar onderzoek is wel gebleken, als de kweker het goed doet en de klant doet het niet goed, dan heb je nog steeds geen goed product. Kun je een goede tip geven? Ja, ja, want als je hoort wat de mensen hier doen, dan zijn ze heel goed bezig. Wat ik in al mijn onderzoek heb gevonden, is dat schoon water zo belangrijk is. Bloemen hebben een bloedhekel aan, aan schoon water. Dus dat is hartstikke goed. Ja. He, want neem nou een tip, dat is een hele goede tip. Rozen. Daar staan de mensen niet zo vaak bij stil. Ze denken, nou weet je wat, flink stukje eraf en dan de doornen eraf en dan schrapen ze die schilder nog af. En wat doe je dan eigenlijk? Dan maak je verschrikkelijk veel wondjes. Al dat wondsap komt in het water, wordt door de roos opgenomen. De roos die zegt van, bekijk het maar, laat ze kop hangen. En het is gedaan. Ja, dus nou, niet de doornen eraf halen? Nee. En dan is er eigenlijk het verhaal wat iedereen hier vertelt. Gebruik schoon water. Doe wat in je water, dat je water schoon blijft. Geef de bloem wat voedsel, dat die bloem komt, want dat heeft die roos hartstikke nodig. En dan kun je wel met suiker aan de slag gaan. Maar dan zeg ik van nou, neem het zakje wat je van je detailist krijgt. Ja, wat is nou de leukste tip die de meeste mensen, wat jij denkt, niet kennen? Ja, weten? Nou de leukste, dat heb ik pas ook nog op mijn tentoonstelling verteld. De leukste tip is dat veel mensen niet weten hoe belangrijk voor gerbera's ook schoon water is. En hoe simpel je dat kan oplossen, want die bloem heeft geen suiker nodig, die staat al open. Nou, en dan is de simpelste oplossing een druppeltje chloor. Eén druppeltje. Elke dag nieuw water en een druppeltje. Niet de hele wc-enter in knijpen natuurlijk, hè? Dat kan niet. Eén druppeltje. Maar een klein druppeltje, ja, heel goed. En dan gaat het goed. Echt, ze staan bij mij op dit moment 14 dagen. 14 dagen. En zonder draadje, en zonder ijzerdraadje. Geweldig. Hey, we gaan heel even kijken naar een fragment van jouw werk. Dan zien we je even bezig, ja, hè, met al die proeven. Ja. Moment van dus de kwaliteit van de bloemen. Wat er wordt aangevoerd is dan ook van prima kwaliteit. En voor alle zekerheid wordt er nog eens extra op gelet door de keurmeesters. En dat is nog niet alles. In speciale laboratoria wordt van alles uitgedokterd om de kwekers te helpen om de beste en de mooiste bloemen en planten op de veiling te brengen. Dit is bijvoorbeeld de uitbloeiruimte in Alsmeer. En daar wordt bekeken hoe lang de bloemen goed blijven. Nadat de bloemen verkocht zijn, gaat de kar op weg naar de hal waar alles wordt verdeeld. De computer heeft bonnen gemaakt waar precies op staat welke bloemen er op welke koperskarren moeten worden gezet.
Het gaat dus allemaal heel snel. Binnen een kwartier heeft zo'n koper alles wat hij gekocht heeft bij elkaar. En zo moet het natuurlijk ook. Want vooral bij snijbloemen is het belangrijk dat ze zo vers mogelijk bij de klanten komen. Ja, alsjeblieft. Voor jou een hele mooie boeket gerbera's. En een fles schoor, hè? Kom maar in te doen. Ik moet ook aan je vragen, wat is nou jouw idool van de afgelopen 5 jaar Soundmix en Playback Show? Zeg ja. Ja, dat is iets waar de hele zaal al op zit te wachten. Gerard Joling natuurlijk. Ja, Gerard Joling, hij is onze gast vanavond. Hij doet zijn nieuwe single Midnight to Midnight. Gerard Joling. Dank u wel. Ja. Ja, bedankt. Ja. Gerard is
Die is echt waanzinnig populair geworden. Je bent overal geweest. In Taiwan zelfs, heb ik gehoord. Een uitverkocht huis. Nou, dat gaat nog gebeuren. We hebben een promotietoernooitje gedaan. Maar dat gaat heel goed, ja. Ja. Het is ook heel veel mensen. Wat en waar ik helemaal trots op ben, want ik ben hartstikke trots op je, dat weet je natuurlijk. Dat weet ik, ja. Ja, dat is het ijzer was een beeld van hem gemaakt. Een wassen beeld. Ja. Ik zit eigenlijk een beetje in de slappe was nu. Maar Ja, je zat nog goed in de slappe was, dat weet ik, ja. Nee, maar hoe was dat? Waar sta je naast? Naast wie sta je? Naast Mata Hari of zo? Nee, Lisbeth List, Boy Lisbeth George. En ja, er staan natuurlijk zoveel mensen. Dat is zo'n gekke gewaarwording. Dat is eerder gisteren allemaal gebeurd. En gisteren, dat je voor het eerste keer zag die pop, schrok je? Ik schrok. Mijn moeder begon zelfs te huilen. Dat dus kan ik denk voorstellen. Dat is zoiets geks is dat. Maar we hebben het meegemaakt. Het is toch fantastisch. Dus. Ja, 2 jaar geleden begon als kandidaat. En nou staat hij. Ik ben eigenlijk een beetje ziek van eigenlijk, hoor. Ja, want het is wel zo dat als je als wet van je gemaakt wordt, dan als je niet populair meer bent, dan word je omgesmolten. En dat vonden ze bij mij zonde van al dat was. Dus ik kom er niet voor in aanmerking, maar ik ben heel trots op je. Dank je wel. Hey, moet je luisteren. Jij was er toen niet bij, want toen had je als smoes geloofd dat je naar buitenland moest. Maar ik heb in het programma van Joyce Brink, toen met al die bekende soundmixers, want jij bent niet alleen populair geworden, Frank Aston en Leslie Vaughn en Georgie Davis en René Schumann. Toen heb ik in Joyce Brink's Werden dat liedje gezongen, Later als je groot bent. Daar gaan we even naar kijken. Hartstikke leuk. Ja? Zullen we even naar kijken? Leuk. Gerard Joling, dankjewel. 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 Ja. Werden dat echte bekende gezichten. En 2 van die bekende gezichten die u gezien heeft, Glenda Peters hebben we al gehad, die zijn vanavond onze gast. Frank Aston en Georgie Davis! It's been said long.
that maybe, but my pride won the day, and I won't. Hallo. Dag Henny. Frank, de winnaar van 1986. Dit boeket is voor jou. Dankjewel. Met kippengaas verwerkt, geloof ik. Het is helemaal voor jou. Een beetje jonger, jeugdiger. Hey, bedankt. Hey, hoe bevalt dat nou, Georgie, als idool? Want je bent nu een idool, hè? Ja, dan gaat een wereld voor je open, hè. En ook deuren natuurlijk. We gaan deuren open. Maar ik zeg wel, blijven. Belangrijk, blijf met je beide... Oh, sorry. Blijf met je beide benen op de grond staan. Tegen wie zeg je dat nou? Ja, god. Tegen alle artiesten eigenlijk. Dat is wel belangrijk. Tegen mij ook. Ook, ja, tuurlijk. Ja, blijf met je beide benen op de grond staan, want het is toch moeilijk. En dus niet denken als je er bent, dat je er bent. Nee, precies. Nou, dat zijn mooie woorden, zeg je. Ja, bent, hè? Ben je het mee eens, Frank? Ja, helemaal hoor. Okay. Vooral voor de paasdagen natuurlijk. Ja. Het heeft mij geen windeieren gelegd, mag ik wel zeggen. Nee, dat kan ik zien. Ziet er goed uit, ja. Hey, in 1986 deed ik dat nog niet, maar in 1987... Deed jij? Ja, ging ik de kandidaten opzoeken. Dat weet u nog wel, dames en heren, met het fietsje. Het hele land door, fiets met de pletten natuurlijk. Hè, ja. En dat was heel erg aardig, want er kregen ook mensen telegrammen van de artiesten die ze nadeden. Dat leidde tot zeer vreemde situaties. On behalf of Barry, Robin en Marie's Gif... En de Bee Gees fanclub, keep up the good work. I love us with you. Geweldig. Van de echte Bee Gees. Nou, daar zou je trots op zijn. Ja. Ook heel leuk is dat een opname van deze band gaat naar Amerika. Dus ze kunnen het zelf nog een keer op een leuke zaterdagavond terugkijken, denk ik. Even lekker lang uit in de stoel lachen. Dus dan zien ze mij ook. Ja, zeker. Nog een beetje. Welkom, Bee Gees. Real Bee Gees. This is not a real one. This is an imitate. But it's very fine that you see I'm the presenter of this program. And, zo. Nou, dat zullen ze leuk vinden, zeg. Dat laten we erin zitten, hoor. Hey, in een schoonheidssalon. In een beauty farm. Hallo, wie ben jij? Karin Bakker. Karin, jij bent schoonheidsspecialiste? Dat klopt. Nou, ik zou zeggen, ga eens even kijken of er nog wat aan mijn commandomen te doen is. Ben je eten zijn commandomen? Ik zal eerst even proberen je huid schoon te maken. Nee, het apparaat heb je niet. Je hebt een domme apparaatje. Wat zeg je? Ik zal eerst even proberen je huid te gaan schoonmaken. Ja. En dan zien we verder wel wat er gebeurt. Ik denk dat je ook wat hier aan moet gebeuren. Wat moet er gebeuren? Het is een beetje smerig. Dus maken we even schoon. Nou, daar ga je hoor. Ja. Oh, zeg, wat heerlijk. Ontspan je maar even lekker. Ga maar even met je hoofd achterover. Ontspannen moet ik. Wilt u dat niet in mijn kruis zetten? Het is nogal... Beetje warm. Ongelooflijk. Heerlijk zeg. Wat is dit voor een soort stoel? En hoe voelt dat? Wat zeg je? Hoe voelt het? Hoe het voelt? Moet het nou verder? Nou graag. Ja? Ik word een heel klein beetje misselijk, moet ik zeggen. Wat gebeurt er allemaal? Ja? Ik kwam eigenlijk voor mijn gezicht, hè? Dat weet u, hè? Ja, maar dan moet je zelf maar ho zeggen. Gaat helemaal fout genomen. Wat zeg je? Dan moet je zelf maar ho zeggen. Kan ik weer terug, hoor? Kan ik maar een beetje missen? Oh, ontspannend. Komt voor de eerste keer in een schoonheidssalon, zeg. Is niet... Ja. Oh, wat heerlijk. Hoe heet u ook alweer? Deze schoonheidssalon? Ja. Schoonheidssalon, Carina. Carina? Ja. Zo zeg. Heb ik net even zon. Hè? Heb ik net even zon. Ik dacht, dat is die man weet ik. Ja. Dat is ja. Ja, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Dat is een beetje belangrijk.
Dat gebeurde in 87, ja. Jongens. Ja, dat, ja. En wat? Je wordt ook steeds gekker, hè? Ik word steeds gekker. 85 durf ik toch niet bij jou, maar 86 word ik ook. Steeds gekker. Maak het uit, 87 moest dat gebeuren. Hey, Frank en Georgie, leuk dat jullie mijn gast waren. Maar uiteindelijk ging het toch om die fantastische finale. Heb je gezien een maand geleden? Ja, die 10 finalisten. Yeah, fantastisch. Daar gaan we nu even nog even naar kijken. En de laatste die je zag was Tom Jones, hier is hij, 5-2! Ja! Hallo! Ja. Goedenavond. Hij zei toen in de uitzending, ik werk niet meer in Zwarmazap. Hé? Ja. En je werkt niet meer in Zwarmazap. En iedereen was zeer verrukt over zijn optreden, omdat hij al die stemmetjes nadeed, hè? Al die different voices, hè? Ja. Voor Engels is dat. Yes. Welke stemmen deed je ook alweer allemaal? Which voices? I have Louis Armstrong, Dennis Russo, Rod Stewart, of je naam alleen gehoord? Tom Jones, of course. Tom Jones. Yeah. En al die different voices, BG's, al die verschillende stemmen heeft hij op een plaat gezet. Je hebt make the record, hè? Yes, I make a single next week is coming out. Ja. Ja, hij komt uit over een week. Ja, mag best even reclame maken. We zijn heel trots op je natuurlijk dat je dat doet. En je gaat het ook vanavond doen, hè? Je nieuwe single. Ja. Ja. En die heet The High Society Medley. High Society. David Ray. I'm like a star, like Rose and Davis, how great they are. A medley fool of variety, with all my famous friends, it's Tommy Jones and BG's. But I high, high, so high society, high society. The old hometown looks the same as I step down from the ever and ever, forever and ever, be
going back to my situation. Something's telling me I must go on. And my lights all went out in Massachusetts. The day I left her standing on her own. Yeah, I am sailing. Yeah, I am sailing. Dankjewel. Speciaal boeket. Er zitten servetjes in van een zwarme broodje. Hè? Hartstikke leuk. Dankjewel voor je komst. Veel succes met je single. Ja. David Ray. Hij werd nummer 3 in de grote finale. En nummer 2 werd een meisje van 16 jaar. Cheryl Barnes. Ja. Zij werd nummer 2 en zij waren ook ontzettend verrukt over jouw stem. Er was alleen een probleem. Je hebt een plaat gemaakt, maar je had nog geen artiestennaam. Nee, dat klopt. Want je heet, in het echt heet je? Joan Doorde. Joan. Ja. Dat vond je niet een mooie naam? Nee. En toen? En toen deed je Cheryl Barnes? Cheryl Barnes. En dat wilde je ook niet? Nee. Wat heb je... Ik wilde wel, maar... Dat vond je niet goed? Nee. Nee. En hoe heet je nou? Crystal Barnes. Crystal Barnes. Het is eventjes op, dus noteert u het maar even thuis. Als je... Het is een mooie plaat, het is een plaat waar je trots op kunt zijn. Het is een mooi product geworden, hè? Ja, vind ik ook. Dat dacht ik ook. Het is ook jouw primeur met je nieuwe plaatje. Ja. 16 jaar plaatje gemaakt, hoe kan het allemaal, hè? Het gaat maar door. Hey, dankjewel. Ja, ga het mooi verbrengen. Ja. Crystal Barnes. To come again, your faithless friend. Don't you ever tire of hearing what a fool I've been. Guess I should pray. Oh, it hurts to know the 100 times I've caused you pain. The forgive me sounds so empty when I've ever changed. Yet you stay and say I love you still.
Crystal Barnes. Met de primeur van haar plaat. En dit mooie boeket is voor jou. Nou, we hadden niet alleen fantastische kandidaten, maar de jury, wacht eventjes, mag je ook niet uitvlakken. Jacques d'Ancona en Betty Stevens, die twee, nou zo, die... Heel blij met ze. Was jij ook blij met ze, of niet? Ja, best wel. Ja, echt heel goed. We gaan even een fragmentje kijken van die twee. Dat zijn bijzondere uitspraken. Ja, ik zie een paar schoenen waarvan toch dit ene schoentje dus van een beetje een ander merk of een ander maatje is. En wel hierom. Chrissy Hynde is natuurlijk een juffrouw uit de punkerige beweging. En dat is fel, dat is emotioneel, dat is oerwoud, dat is disco. Dat moet super sensueel, dat moet trillen, dat moet heel iets gebeuren. Nou, allemaal. Ja, ik vind toch dat die Chrissy Hynde, dat was eigenlijk het internationaal antwoord op het steridool Blondie. Dat weet iedereen, hopelijk. Nou, dan zeg ik dus, dit vrouwelijke oerwoud heb ik niet in beweging zien komen. Ik heb We zijn bezig met de Zandmix-show, dat weet je toch, hè? Ik ben nog steeds op deze zender aangesloten. Vijfde aflevering. Inderdaad, mijn huisman. Ja. Kennen ze je niet in Spanje? Kennen ze je niet in Spanje, waar je vandaan komt? Talk? Daar kom je toch vandaan? Ja, daar komt hij vandaan. Maar ja, mag je daar kennen? Ja, maar sorry, ik heb het niet verstaan. Oh. Ja. Do they know you in Spain? Ja. Do they know you in Spain? In Spain they know me. Yes. Yes. Yes, they know me. My family. Blijft u rustig zitten, dames en heren. We gaan gewoon door met het programma. Even onder ons. Dus even lekker met die twee zo. What I mean to say... in Spain? Yes, hello, in Engels. What I mean to say is as a singer. As a singer, do they know you? Alsjeblieft, want het is niet meer te begrijpen. In Spain. Goedenavond, u kunt alvast uitschakelen. En hoe schelen we die gewoon heen vanavond? Ja, Henny, het was werkelijk een prachtige avond, hebben we gehad. They have werkelijk a wonderful costumes. Ik heb zo'n goede, verrukkelijke act gezien. En ook de presentator heeft het zo verschrikkelijk en goed gedaan. Dat ik altijd wil zeggen tegen jou. Henny, doorgaan, vooral doorgaan. No, what I was going to say was that what you don't do with your pelvis, you do with your mouth. You have so many moves. Wat doet u niet? Wat? Wel. Ik wou even zeggen, wat hij niet met zijn pelvis doet, doet hij met zijn mond. Zijn mouth, yes. Yes. Nou, fantastisch die twee. Wat een know-how bij elkaar, hè? Jacques en Barry, vanaf deze plaats, hartelijk bedankt. En naar Jacques d'Ancona is een bloemstuk onderweg met een tijdbom erin. Hartelijk bedankt. Dames en heren, 3 is geweest, nummer 2 is geweest. U denkt, nou, thuis, nog op nummer 1. Maar nee, als je nummer 10 wordt, kun je ook doorbreken. Dat blijkt aan André Charon. Die deed Shaking Stevens. André Charon. Hallo. Als showtracker. Want jij werd nummer 10 in de grote finale. Maar je moeder was het er niet mee eens. Wat zei je moeder? En mijn moeder zei, je had nummer 1 moeten zijn. Ja, worden. Ah, dat is lief, hè. Nou, mag ik even toespreken? Beste mevrouw Stevens, nummer 10, je ziet het, hè? Toch in de Soundmix Show, je ziet het? Ik kan even goed doorbreken, uw zoon. Er is niks aan de hand. Ik heb je moeder even toegesproken, hè? Toch leuk. Nee, mijn moeder vindt mij ook altijd de beste. En dat doen alle moeders, dat is heel lief. Maar zo zit het niet in elkaar natuurlijk. En je hebt toch een plaat gemaakt, hè? Ik heb nu een plaat gemaakt, hij ligt nu in een winkel en... Het nummer heet Short Track Baby. Hij ligt in de winkel, maar dan moet hij niet blijven liggen, want anders wordt hij niet verkocht. Hij moet verkocht worden natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk, ja. Oké, hier is André Charon met Short Track Baby. I don't want no fame or fortune. I don't want no Chevrolet. You know I'd swim the ocean, start it again. I will bring you sugar candy, dine with you in a bottle of wine. Take you to a movie and start it again. All right, short track baby, high take a lady, I'm a lover of new technology.
met zijn eerste single. Ik noem dat botse autootjesmuziek. Hè? Dat bedoel ik populair. Er staan die jongens al bij die botse auto's te swingen. Kijk eens. Okay. Prachtig boeket voor je. Veel succes met je nieuwe single. Hè? Okay. André Charon. Ja, dames en heren, we hebben het gehad over de peiling. We hebben het gehad over de kwaliteit. En nu gaan we het hebben over de export. Hier is meneer Henk de Gooier. Dag meneer de Gooier. Ja. Meneer de Gooier, u bent van de afdeling export, exporteur heet dat. U heeft een eigen bedrijf in Aalsmeer. Ik heb een eigen bedrijf gevestigd op de VBA. Ja. Verenigde Bloemenveiling Aalsmeer. Ja. Er zijn heel veel mensen die dat niet weten, maar daar mogen we best trots op zijn. 80% wordt geëxporteerd hè, naar het buitenland. Ja, inderdaad. En als je nou praat over bijvoorbeeld Japan, hoe zie ik dat dan? Gaat daar wat gaat voor bloemen heen? Je noemt Japan nu, dat is sinds zeg maar een jaar echt een actueel land voor de Nederlandse exporteurs. Ja. Alleen de Japanse plantenziektekundige dienst, die is nog een beetje moeilijk voor ons. Want, wat doen die precies dan? Nou, als ze een beestje tegenkomen in de partij bloemen, dan wordt die afgekeurd. Het beestje of de bloemen? De bloemen. Ja. En wat doen ze aan het beestje dan? Nou, die bloemen kunnen dus ook begast worden. Ja, ja, maar dat is en als dan het... Ja, dat is, gaat de kosten van de kwaliteit nee, natuurlijk. Precies. Maar waar houden Japanners van? Wat voor bloem, waar gaan onze bloemen naar naartoe in Japan? Wat... Op dit moment zijn ze gek van onze tulpen. Tulpen in Japan? En dat is natuurlijk wel leuk. Okay, ja, dat is goed. Ja. En hoe lang duurt dat nou? Als je zegt, nou, je hebt hem 's morgens ingekocht, maandag, wanneer is hij dan in Japan? Dan kunnen ze hem woensdagmiddag in Tokio kopen. Dat staat niet op de scheppen tegen me. Nee, dat is waar. Dus maandag in Aalsmeer en woensdag hup, staat hij in Japan. Ja, mooie bloemen. Ja, hartstikke leuk, hè? We gaan even kijken naar een fragment van uw werk, hè? Ja, wat u doet. Want er wordt heel wat afgefietst, heb ik gezien. Hè? Het is dat zo groot. Is goed voor de conditie, hè? Fragment De export. Daar gaan we even naar kijken. Okay. Alles bij elkaar wordt er in Aalsmeer per jaar voor zo'n 1,5 miljard gulden verkocht. En het meeste daarvan gaat naar de grote handelaren en de exporteurs. En dat zijn mensen die de bloemen in het buitenland verkopen. Zij hebben in Aalsmeer hun eigen kantoren en inpakruimte. Na de veiling rijden ze met meer dan 2000 kolossale vrachtwagens overal naartoe. Door heel Nederland natuurlijk, maar het grootste deel gaat toch naar het buitenland. Nadat ze 's ochtends geveild zijn, komen de bloemen vaak nog diezelfde dag in allerlei landen over de hele wereld. De hele bloemenveiling is 500.000 vierkante meter. Even groot dus als 70 voetbalvelden bij elkaar. Je kan dus maar beter de fiets pakken. U rijdt ook heel wat af op die fiets? Inderdaad, en daar hou ik nog goed genoeg van. Ja, dat is niet een beloper zo groot als nee, het is. Dat hè? Is hartelijk dank voor uw uitleg. Ik heb dit boeketje laten exporteren uit Japan. Dat ziet was maanden weggegaan, was vrijdag, maar toch nog snel, hè? Ziet er goed uit. Dankjewel. Dank je wel. Voordat ik afscheid van u neem, wat vond u nou leuk van die grote finale? Nou, er waren twee blonde zusjes uit Amstelveen. Dat vond ik echt grandioos. Dat vond ik perfect. Ja, die twee zusjes. Ja. Nou, heel Nederland sprak erover. Want jee, wat vonden ze die goed. Viel niet in de prijs. Ze werden vier, als ik me goed kan herinneren. En ze hebben ook een plaat gemaakt. Ze deden toen Barbara Dixon en Elaine Pates. En nu heten ze Chess, want ze deden toen een gedeelte uit de musical Chess. Dames en heren, hier is Chess! Big enough for me. Whether it's in business life or whether you're in love, the stakes that you'd be playing for will never be enough. Whatever I'd stand to lose, I know just what to choose. Never stop the spinning wheel, the numbers have been known for changing sides. If you're not sure you have a place to hide.
Zusjes. Maar dan nu als Chess. Kijk wat mooi je hebt gemaakt. Het is helemaal hetzelfde mooie soort van Spaans rood. Dankjewel. Hey, ontzettend leuk dat jullie ook in mijn programma zitten. Trouwens, dan moet je ook mijn pluimen zijn, want die zingen we net uit. Ik begrijp je eerste plaatje. Hij is gisteren uitgekomen. Dat bedoel ik, gisteren en nu al hier. Ja, fantastisch. Ja. Lopelijk wat er gebeurd is afgelopen maand. Oké, ik ben heel erg trots op jullie. Never Change the Winning Team, de groep Chess. Dankjewel. En de grote winnaar, want wij dachten, kan het in Nederland? Ja. Het kon in Nederland. Frank Sinatra, Pieter Deklers. Hallo. Ja, de grote winnaar van een maand geleden. En er is heel veel met je gebeurd, Pieter. Het is ongelooflijk, Henny, wat er allemaal is gebeurd. Ja, dus je gaat een Stars on 45 medley doen. Inderdaad. Nou, wat ermee gebeurd is met de Beatles is dat gebeurd en met de Star Sisters. Het is een miljoenenproject, hè? Ja. Hoeveel verwachten ze te verkopen van je? Ja, dat is natuurlijk altijd maar wachten. Ja, maar als ze verwachten dat het wel weer naar de miljoen toe gaat. Miljoen toe gaat, staat hij even naast en zo, hè? Zie je hem nog staan in die winkel? Hey, ben je nog in de winkel of niet meer? Nee, dat heb je verwacht. Nee. Ik zou niet weten wanneer ik dat nou nog moest doen. Nee, precies. Nee. Hey, je gaat vanavond zingen Aalsmeer, Aalsmeer, hè? Dat was de bedoeling, maar het is toch New York, New York. New York gewoon. Ja. Pieter Deklers! Ook een boeket. Veel succes. Blijf nog even bij me staan.
Want toen dachten we dat we alles gehad hadden. Toen dachten we, nou, Frank Sinatra in Amsterdam. Er is niks meer, beters meer, er is niks meer te vinden. Maar toen ging je 14 dagen geleden voor de Nederlandse Hartstichting... gingen Nederlandse artiesten, zoals Lee Towers, BZN, Anneke Groen, gingen toen weer playbacken. Dus toen waren we weer terug waar we 5 jaar geleden mee begonnen waren. Nou, toen werd ik helemaal gek. Toen begreep ik er niks meer. Heb jij het gezien? Ja, fantastisch. We gaan nog even hier naar kijken. Ja, fantastisch, hè? Dat gebeurde 14 dagen geleden voor de Nederlandse Hartstichting. En we waren zeer verrukt. Vraag me alleen af wat we nou volgend jaar moeten doen voor de Nederlandse Hartstichting. Ik zou bijna denken, dan zou je Tina Turner moeten vragen als Anneke Groen of iets dergelijks. Dit, dames en heren, zijn onze sterren geworden en daar mogen we best trots op zijn. En misschien dat we elkaar weer terugzien bij het 100-jarig bestaan van de bloemenveiling. De grootste bloemenveiling ter wereld, Aalsmeer. Alhoewel, ik moet niet te veel opscheppen natuurlijk over die bloemenveiling alleen. Want de KRO is tenslotte ook de grootste. Groter dan ooit, hoor. Laten we daar ook even niet bestil... Hè? Laten we er ook even bestil... Oh, dacht ik wel. Dames en heren, dank u wel voor uw kijk hier naartoe. We gaan afscheid... Nee, afscheid... Kun je die bloemen weer eventjes... Ja, goed. We gaan afscheid nemen. Ik wil even rustig afscheid nemen, ja. Op de traditionele manier, natuurlijk met Wie Zou Dat Doen. Dank u wel dat u gekeken heeft en graag tot de volgende keer. Dag allemaal! If you care.